Zo, dit keer een filmpje over de manier waarop ik geluid opneem voor mijn filmpjes. Dus ik zal naast de filmpjes die ik maak rond fotografie, zal ik ook proberen nu en dan wat informatie te geven rond de manier waarop ik werk voor het maken van deze filmpjes. Dus in dit geval, als je een opname maakt, dan heb je aan de ene kant heb je beeld, aan de andere kant heb je ook audio. Beeld spreekt voor zich, je voorziet goed licht, je stelt correct scherp en je start de opname. Audio is bij veel spiegelreflexcamera's, dus de audio die opgenomen wordt via de ingebouwde microfoon is vaak minder van kwaliteit, waardoor je best op zoek gaat naar alternatieven. Als je een opname maakt van één persoon, dan kan je in veel gevallen goedkoop wegraken met één lavaliermicrofoontje. Dat is een voorbeeld van een lavaliermicrofoontje. Dit is van het merk Boya. Die kan je, dat is gewoon een moesje die er overheen gaat om windgeruis en dergelijke meer te verminderen. Die kun je op jezelf, op je persoon plaatsen. Nu, als je met twee personen werkt, kan je perfect twee microfoontjes aankopen en elke persoon één microfoontje geven. Hè. Dus het grote voordeel van dit is dat je het geluid opneemt weg van de camera. Dus direct bij de bron zelf, de bron in dit geval mijn stemgeluid. Plaats je gewoon op je t-shirt, op je hemd, op je kledij. En dan kan dit wordt ingeplugd. In mijn geval wordt dat in. Je kunt dit in de camera inpluggen, maar op zich heeft dat dan weinig nut. Dan zit je met de lengte van die kabel beperkt. Je bent beter van, als je dit op persoon wilt dragen, van dit in bijvoorbeeld een extern apparaat voor de opname van audio te gebruiken. In mijn geval is dat mijn smartphone, mijn Nexus 5, maar zo goed als elke smartphone kan geluid opnemen via de headphone jack. Dat is met deze jack dus bovenaan waar de koptelefoon wordt geplaatst. En dan kan je de opname starten. En dan heb je een opnamebestand dat je dan later, als je je video op de computer inlaat samen met het audiobestand wat je afzonderlijk opgenomen hebt, dan kan je heel gemakkelijk het geluid van de twee synchroniseren. Daarvoor is een handig trucje. Als je bij de start van de opname in je handen klapt, dan maakt dat geluid maakt een piek in je grafiek die je ziet in typisch beeldbewerkingsprogramma, zoals bijvoorbeeld, of beter, videobewerkingsprogramma zoals iMovie. Dan wordt het geluid in de grafiek weergegeven en in het klapgeluid wordt een piek in zowel de opname van uw microfoon als de opname van uw camera. Dus dan kun je gemakkelijk die piek zoeken in de twee bestanden die samen met elkaar uitlijnen en vervolgens het geluid van uw camera, dus laat ook het geluid van uw camera opstaan, laat ook dat geluid opnemen, juist voor de synchronisatie. Maar dan, als je video exporteert, trek dim al het geluid op je camera en gebruik enkel nog het synchroniseerde geluid van deze lavalier microfoontjes. Een alternatief voor deze lavalier microfoontjes zijn onder andere shotgun microfoons. Dat zijn microfoons die vaak een flits hot shoe connectie hebben, waardoor dat je die kunt gemakkelijk hier op je camera gaan plaatsen. Door die hier op te schuiven. Nu, dan zit je met een boom die hier staat en die neemt eigenlijk vooral geluid op dat vandaar komt. Dat maakt dat als dat deze microfoons minder geluid van de lens en van de body van de camera zelf opnemen en meer geluid van uw onderwerp wat over het algemeen voor uw lens zich bevindt. Je hebt bijvoorbeeld van Nikon de Nikon ME1. Die heb ik zelf een tijdje gehad, maar uiteindelijk weggedaan, omdat ik deze camera minder en minder gebruik voor videoopname. Daar kom ik later op terug. Nu, de microfoon zelf wordt hierop bevestigd op het toestel. En de verbinding voor de opname van het geluid is hier, bij het geval van Nikon, is hier. De microfoon is via een draadje vergelijkbaar aan dit koptelefoondraadje. De ingebouwde microfoon van dit toestel, dus daar was ik niet over te spreken. Ik geloof voor dit toestel dat zelf geen stereo microfoon is, maar dus mono. Het geluid wordt opgenomen via deze twee kleine gaatjes net boven het D610 logo. Op zich is dat al geen ideale plaat. Je hebt de lens die vlakbij zit, het geluid van de lens, maar ook andere geluiden van de werking van het toestel worden eigenlijk mee opgenomen
en zijn vaak zelf luider en overheersender dan het stemgeluid van uw onderwerp. Dus in veel gevallen is de ingebouwde microfoon, zeker van Nikon, minder geschikt voor het geluid van een opname. Nu, het is wel zo. Ik gebruik meer en meer de Sony Alpha 7 voor mijn opname. Die gebruik ik nu ook. Daarop zit een lens die op zich de 35mm f2.8 lens. Dat is een scherpe lens, een kleine lens, een zeer compacte lens. Ook een snelle lens. Die is ook zeer stil, waardoor dat je in feite het geluid... Ik denk niet dat je het geluid kunt waarnemen op video. Ik heb het toch nog nooit zelf waargenomen. Maar het is ook zo dat het geluid van de Sony Alpha 7 op zich veel, veel beter is dan het geluid van de Nikon D610. Ik weet nu niet, de Nikon D750 zou ook een beter ingebouwde microfoon hebben. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar dat kan zijn dat die al dichter bij het niveau van de Sony Alpha 7 aanleunt. Van Canon heb ik al helemaal geen ervaring. Nu, nog een verschil tussen Sony en Nikon is dat op mijn Nikon D610 kan ik, terwijl ik film, dus dan gebruik ik in feite Live View, de spiegel wordt opgeklapt en gebruikt Live View, dan kan ik zelf de diafragmawaarde niet meer op de body aanpassen. Wat ik wel kan doen uiteraard is met een manuele lens werken, waarbij ik dan de diafragmaring zelf ga verplaatsen. Nu, dan heb je nog het klikgeluid van je diafragma, dus op zich is dat ook niet zo interessant, maar dit is een manier om rond die beperking heen te werken. Want de sluitertijd kun je wel perfect aanpassen. Nu, ISO-waarde kun je ook terwijl je opneemt perfect aanpassen. Het is enkel de diafragmawaarde. Nu, bij Sony Alpha 7 kan je wel je diafragmawaarde gaan aanpassen. En ook bij de Nikon D750 bijvoorbeeld kun je al perfect de diafragmawaarde aanpassen via het instelwieltje, terwijl je een opname maakt. Dus daar is dat probleem niet voor handen. Nu, in de meeste gevallen werk je sowieso ook met manuele focus als iets volgt. Puur omdat de autofocus is gevaarlijk om zogenaamde hunten te krijgen, waarbij dat de camera niet goed weet of wat er achter mij moet scherpgesteld worden, op het gezicht scherpgesteld of op mijn hand. Als ik hier een hand voor mij gezicht houd, dan wordt er tijdelijk op mijn hand scherpgesteld in veel gevallen. Dan is even de focus verloren. Als je manueel werkt, dan kan je dat soort dingen opvangen door manueel op je gezicht scherp te staan, waarbij dat dan de focus eigenlijk over de hele video correct is. En dan denk ik dat ik wat het geluid, wat de opname van geluid betreft, het meeste verteld heb. Dus als voornaamste tip, gebruik niet de opnamemogelijkheden op je toestel zelf, omdat die omwille van de mechanische bijgeluiden van de werking van je toestel vaak minder zijn. Gebruik liever een microfoon die een lavalier, zogenaamde lavalier microfoon, die op de persoon zelf draagt. Neem het geluid extern op en voeg het later samen. Als je met meerdere personen werkt, gebruik meerdere van die microfoontjes. En dan denk ik dat ik het meeste gezegd heb. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende info-video. Dank u wel.